Wateroverlast door hevige buien of langdurige regen komt nu vaker voor dan vroeger. Hoe komt dat? Social media maken regenval en wateroverlast van overal zichtbaar. 20 jaar geleden hoorde je waarschijnlijk niks over een bui in bijvoorbeeld Epe. Maar nu wordt elke bui en ondergelopen straat gedeeld. Maar het is niet alleen zo dat we alles meekrijgen. Het is wel degelijk zo dat de buien zwaarder zijn en vaker voorkomen. Klimaatverandering zorgt voor warmere lucht. En warme lucht kan per graad Celsius wel 7% meer waterdamp vasthouden. En dit kan dus leiden tot hevige stortbuien. Verstedelijking versterkt het probleem. Er is zoveel verharding dat natuurlijke buffers zoals graslanden verdwijnen. Regenwater kan nu niet meer de grond intrekken en stroomt regelrecht naar het riool. Veel rioleringssystemen zijn verouderd en kunnen de regenintensiteit van nu helemaal niet aan, waardoor straten onder water komen te staan. Grote hoeveelheden water worden zo in korte tijd afgevoerd naar beken en rivieren die snel stijgen en zo ook weer voor overstromingen kunnen zorgen. Minder regen zal er niet gaan vallen en om de bijbehorende wateroverlast te verminderen zijn oplossingen nodig, zoals bestrating die water doorlaat, groene daken of de aanleg van waterbuffers. Gelukkig wordt die al steeds vaker aangewerkt.